En dan is er nog die andere schoonmaak, de zuivering. Mensen die samen hadden gewerkt met de Duitsers, in Duitse krijgsdienst waren getreden of lid waren van de NSB. Hier op Insula D in Arnhem zetelt een van de bijzondere gerechtshoven. Hier komen de zware gevallen. De lichtere gevallen worden naar een heropvoedingskamp gestuurd om weer koningsgezinde democraten te worden. En een van die kampen is Avegoor. En die naam kennen we. ...7 juli 1945. Bij een controle van de bosploeg werd een op hete daad betrapt met het clandestien afgeven van brood mejuffrouw GK en mejuffrouw BMB. Beiden woonden te Reden. Bij verhoor ten overstaan van de kampcommandant kwam vast te staan dat beiden praktisch iedere dag clandestien brood brachten. Het dagboek is van mijn schoonvader, Joop Natrop. En hij is in 2000 overleden. En uit zijn, huis opruimen kwamen doosteren met allerlei spullen over Avegoor. Dit is het legitimatiebewijs van mijn schoonvader Joop Natrop om toegang te krijgen tot kamp Avegoor. Dit is mijn schoonvader. Hij was qua leiding was hij streng. Dat moest ook wel, want al het plumage wat hij rondliep, dat had ook een strenge begeleiding nodig. Hij was streng, maar rechtvaardig en had een groot organisatietalent. En hier zien we in 1945 het gedeelte van het stafpersoneel en het bewakingspersoneel. Hier zien we mijn schoonvader Joop Natrop en dit is de kampcommandant, de heer Sprenger. Toen het militair gezag hier kwam, toen zaten hier 231 gedetineerden, foute Nederlanders, zeg maar NSB'ers en collaborateurs en dat soort lieden. Maar daarnaast zaten er ook nog 120 Nederlandse SS'ers. De mannen die werden naar buiten gestuurd, die gingen in werkploegen en die gingen in fabrieken werken. Verder deden ze koffiediensten, maar wat ze ook deden, dat waren Duitse stellingen afbreken. Dus alle materiaal wat men van de Duitse stellingen kon gebruiken, dat werd naar het kamp gebracht en dat werd hergebruikt. Dit is de plattegrond van oktober 1945. We kwamen net uit de turnhal, dat is dat gebouw. En we staan nu bij dit gebouw, toen de 120 SS'ers uit Avegoor werden overgeplaatst naar de Harskamp, kwamen beide gebouwen vrij en is het ingericht als vrouwenkamp. En men maakte daar onder andere heidebezems, berkenbezems, er werden tassen gemaakt, er werd linnengoed versteld en er werd kleding versteld. Avegoor stond wel bekend als een heropvoedingskamp. En natuurlijk gebeurden er excessen. En natuurlijk was de boosheid. Want de Nederlandse samenleving, ja, die was natuurlijk boos op de NSB'ers en de collaborateurs. En de boosheid ebte weg, naarmate de tijd verstreek. We hebben er eigenlijk nooit over gesproken. En niet hoe het daar aan toe ging. Daar rust er echt een taboe op. En natuurlijk zijn hier ook dingen gebeurd die het daglicht niet konden verdragen. Maar zoals ik al eerder zei, met zoveel mensen in zo'n korte tijd, in zo'n chaos, ja, dat kun je nooit in de hand houden. 9 augustus 1945. Posten gecontroleerd tussen 12.30 uur en 1.15 uur 's nachts. De wacht werd slapend aangetroffen. Zijn geweer, dat op een halve meter afstand stond, werd door mij medegenomen. De betrokken wacht, HW, werd door de kampcommandant direct ontslag verleend.